Uitgerekend op de verjaardag van Jan Frans Willems krijgt zijn grafmonument op het Campo Santo in Sint-Amandsberg officieel een Peter. En dat peterschap kon bijna niet anders dan door het Willemsfonds worden opgenomen. De socioculturele organisatie die haar naam ontleent aan de overleden Vlaamse schrijver en die net als Jan Frans Willems het gebruik van de Nederlandse taal verdedigt. Wel, het is belangrijk. Er was niemand en Jan Frans Willems heeft ons zijn naam en zijn erfenis gegeven. En het was belangrijk voor het Willemsfonds om dat te borgen eigenlijk voor de toekomst. Hij was de grondlegger, zou je kunnen zeggen, van de bescherming van het Nederlands en de opkomst van het Nederlands. Hij heeft daarvoor gevochten in een zeer Franstalige omgeving, zodanig dat mensen, kunstenaars, schrijvers, maar ook iedereen, iedere burger, het recht had van Nederlands als voorwaardige taal te gebruiken. Sinds 2015 kunnen organisaties en verenigingen, maar ook burgers, de zorg en eventueel de restauratie van een monumentaal graf op een van de Gentse begraafplaatsen op zich nemen. Het Willemsfonds wil aan het graf van Jan Frans Willems jaarlijks een herdenkingsplechtigheid houden. Maar ook de restauratie van het grafmonument staat ter discussie. Kruis moet hersteld worden bovenaan. En dat is het ongeveer, zegt de stad, want het mos willen ze niet zo graag wegdoen. Blijkt dat het mos het standbeeld beschermt. In totaal werden er in Gent nu al 35 peters en meters gevonden voor een van de imposante graven. De stad Gent is dan ook blij met het engagement van het Willemsfonds. Dankzij de peters en meters dragen we samen zorg voor ons funerair erfgoed, klinkt het. Zo liggen er misschien nog wel een aantal te wachten op zo'n Peter of Meter. Hè? Ja, er liggen er nog wel wat te wachten. Maar het kan ook een familie zijn die in de zoveelste generatie voor hen een belangrijk figuur had, die hun naam ergens gevestigd heeft. Die zegt, ja, we willen dat ook wel op ons nemen om dat gravineren te herstellen en te onderhouden. Dus een warme oproep. Kijkt of er zo iemand in de omgeving is waarvan hij zegt, die verdient het dat wij dat graf onderhouden.